Toen Jeff na meer dan 40 jaar in 1992 afscheid nam van de bekende bakkerij Dalemans in Hoboken, zou hij zijn jongensdroom waarmaken: werken met hout. Nu, 25 jaar en meer dan 50 kerststallen later, met tentoongestelde werken tot in Rome en Genua, wordt een blik gegund op het tot stand komen van wellicht een van zijn laatste werken. Ja, als bakker heb je nooit geen feestdagen kunnen nemen. Hè? Dat gaat niet. Hè? Je moest altijd werken. Hè? En als ik op pensioen gegaan ben, ja, dan begon dat te kribbelen. En dan hadden we eens een advertentie gezien dat er in Braschoot, waar dat de Kerstallen Federatie van België gehuisvest is, een tentoonstelling was. Ik ben er toen in gegaan met mijn vrouw en we hebben daar een stal gekocht. Van een mens uit Ledenberg. En ik heb dat eens goed bezien en dan heb ik gedacht, dat kan ik misschien ook. En zo ben ik stilletjes aan begonnen. Alles begint met het zagen van een oude eikenbalk. Alhoewel er steeds in de kelder wordt gewerkt, is er ondanks het vele zaagwerk weinig stof in de lucht. Alle machines zijn aangesloten op een afzuiging. Eerst wordt de basis gemaakt. Met een mengeling van houtlijm en zaagsel worden de nagelgaten opgevuld. Bestaande boerderijen in Bokrijk staan vaak model, maar moeten aangepast worden om als kerststal uit te groeien. Ik heb in Bokrijk in de bibliotheek heb ik de plannen van al die stallen mogen kopiëren. Dat werd door een architect, als het afgebroken was, genummerd, getekend, opgemeten en op plan gezet. Het hout wordt gefreesd om het ruw te maken en een origineel uitzicht te geven. De verhoudingen van maten worden aangehouden. Alles wordt zelf gemaakt. Ook de stenen worden uit klei vervaardigd. Voorzien van een laag plaaster worden de muren van de keuken geplaatst. De keukenvloer krijgt een tegelmotief. Met warme lijm worden originele versterkingen aangebracht. Ook voor het dak wordt alles op schaal gemaakt.
Door de voorlopig onstabiele vorm kan de hamer niet altijd gebruikt worden. Alle muren worden bekleed met gefreesde eiken latten. Een lamp is al voorzien om de kerststal te verlichten. Met een gatenzaag wordt een boograam gemaakt. Aan gereedschap geen gebrek. Ook de landingsplaats voor de duiven komt aan bod. De trap wordt gemaakt zoals het vroeger was. In de film gaat alles vlug, maar een kerststal maken duurt weken en er wordt bijna dagelijks verschillende uren aan gewerkt. Voor de voordeur zijn zeer kleine latjes nodig, maar ook hiervoor is de juiste machine aanwezig. Er kan geschaafd worden tot op een paar millimeter. Ook de scharnieren worden op schaal gemaakt. Alles hier is zelf gemaakt, zelfs het mes en de tas. De kachel moet geplaatst worden voor het dak wordt afgewerkt. Vele onderdelen worden gemaakt volgens de schetsen van een oude wagenmaker. Veelal wordt er aan verschillende zaken tegelijk gewerkt, om de verlijming te laten uitharden. Ik heb die zien maken in het Karremuseum in Essen. En dat was een wagenmaker en die hebben dat allemaal juist uitgelegd, hoe dat je dat moet inpassen en hoe dat je dat moet uitmeten.
Voor de dakbedekking wordt buntgras gebruikt, ook bekend als pijpstrootje. En dat noemde bij de boeren noemden ze dat pijpenstrootje, omdat ze vroeger in stenen pijpen kuisten met dat pijltje, zo gezegd. Dat faan, dat is gelijk een korenstengel, maar heel dun, het is maar een millimeter dik. En dat moet afgedaan worden in de periode van allerhaligen. Als je het ervoor afdoet, dan rot het, dan zie ik het nog groen. En als je het lang wacht, dan schimmelt het. Dus in die periode werd dat afgedaan en dan werd dat gedroogd. Met dat openleggen dat dat droog wordt. En dan is dat pijpenstrootje. Deze wordt in twee lagen met warme lijm bevestigd. Ik kan moeilijk nog blijven staan. Ik heb een rugletsel en dat doet de zeer. Ik ben ook al 85 jaar en daarom heb ik gedacht, ik stop ermee. Nu nog de buitenafwerking en deze stal is klaar en kan verpakt worden in een kist om op een veilige manier vervoerd te worden. Wat ik met die stallen ga doen, ik weet het nog niet. Misschien dat je voor een goed doel kan te koop stellen. Want er is altijd wel iets te doen. Hè. 4 weken is aan deze gewerkt en dat is snel. Maar het is door de jaren echt een routine geworden. Het was mooi om te zien hoe deze man op 85-jarige leeftijd dit nog allemaal kon.